Femi van Isum, 77 jaar oud en still going strong bij de start van de Drentse 8 van Westerveld. Het is het voorgerecht van de Ronde van Drenthe die dit jaar voor het eerst op zondag wordt verreden. En de grote namen sparen zich voor die wereldbekerwedstrijd van zondag. Vandaag geen Marianne Vos en Olympisch kampioene Anna van der Breggen, maar Team Drenthe. Na 43 kilometer, dit bescheiden keienstrookje net voor Dwingelo. En dan zien we de 22-jarige Russin Anastasia Jakovenko. Haar maximale voorsprong blijft beperkt tot zo'n 30 seconden, maar we moeten ook nog 100 kilometer. En dan zijn we weer terug bij koploopster Jakovenko. De ploeg van haar wordt gesponsord door Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. En net voor de VAM wordt ze ingerekend na een solo van een kleine 20 kilometer. En dan moeten de vrouwen twee keer die VAM-berg over. En Amy Pieters van Boels Dolmans is beide keren als eerste boven. We zijn dan halverwege koers met nog zo'n 70 kilometer te gaan. En dat is het moment dat Nicole Steiginga ervan doorgaat. Rijdt in de kleuren van de Swabo Ladies, komt uit het Friese Exmorra en vader Siert was ook een goede wielrenner. En Steiginga werd in 2015 in Emmen Nederlands kampioene bij de junioren. Haar voorsprong loopt op tot 2 minuten en 55 seconden, maar met nog zo'n dik 35 kilometer te gaan, trekt het peloton zich in gang. De voorsprong van Steiginga loopt hard terug. En na een solo van dik 40 kilometer is Steiginga weer terug in het peloton, die rijden hierachter. En dan hebben we nog 3 plaatselijke omlopen van 7 kilometer te gaan. En in die omlopen gaat Jasinska er vandoor, de Poolse. Zij gaat het proberen. In de achtervolging 3 vrouwen. Amy Pieters, onze eigen Janneke Ensing uit Gieten in het geel. En ook Duits kampioene Lisa Klein is erbij. En ook voor Jasinska lukt het dan niet. Het peloton zit in haar nek en dan wordt het toch nog een massasprint in Dwingelo. En de overwinning gaat naar Amerika, naar Alexis Ryan. Zij verslaat Jolien Doren in de sprint, de Belgische. En nog een hele vervelende valpartij voor... This is my first professional victory, so I'm really excited. So in Drenthe, your first professional victory, how did the last case went? Actually, I had about one teammate did a pole from like 2K to 1.5K to go, and then I had one teammate in front of me until about 400 meters to go, and no one was coming around us, and then when they could see the finish line, that's when they came up on my right side, and I just jumped in someone's train and launched my sprint at 200 to go, I think. Oh, you're such a good sprinter. Yeah, I've been working on it this off season, so I'm really excited to see that the hard work's paying off. Sunday again? I hope so. Yeah, looking forward to it. What do you think your chances are on Sunday? I mean, I think today, you know, it's a lot of the same riders, so I think I have a pretty good chance on Sunday. The course is a lot harder because you do the Vanberg 4 times and there's a few more cobbled sections, so it's a different race entirely. So we'll see how it happens. How hard was it today? It was pretty hard on the Vanberg, and there were some attacks, and especially the small circuits. Actually, with all the turns, it made it really difficult. But I was feeling good, so. Ja, Janneke Ensing, hoe ging het hier in Drenthe? Ja, het is wel heel anders koersen dan die ik tot nu toe heb gedaan. Dus het was heel hectisch, heel veel duwen en trekken en wat valpartijen hier en daar. Dus ik moest wel eventjes wennen aan dit peloton. Nou, hoe ging het met jou verder? Want de eerste helft van het parcours was denk ik redelijk rustig. Het werd pas op gang getrokken in het tweede gedeelte. Ja, de tweede helft was mooi. Ja, vooral de VAM erin, dat was hartstikke mooi. Toen op een gegeven moment wel een vrij kleine peloton over. Alleen toen viel het stil. En wij hadden ook overlegd om daar niet door te trekken. Om, de wind stond ook niet gunstig, er stond niet heel veel wind. Dus dan heb je niet zoveel zin. Dus ja, dan gingen we voor de sprint. Alleen helaas verliep dat niet zo. Wat ging er mis in het treintje? Nou, er was sowieso een valpartij een kilometer voor de finish. Daar misten we al. Ik zat er als enigste nog bij en ik was net daarvoor was ik al weg geweest. Dus bij mij was het kaasje ook al uit. En in die finale, Marta Passinelli viel ook nog. Dus die misten we ook al. Dus dan mis je net even een mannetje. Ja, dat was gewoon even zonde. Ja, want iedereen denkt hier natuurlijk van Janneke wil je graag winnen. Maar je moet werken, hè? Ja, klopt. Tuurlijk. Ik heb wel geprobeerd om weg te rijden. Nee, dan moet je gewoon net even het geluk hebben. Maar de opdracht was om nu voor Chloe Hoskin te knechten. Zondag ook? Ja, zondag ook. Maar ja, weet je, als ik solo aan mag komen, mag het zeker. Maar normaal gesproken spelen we de kaart uit op Chloe Hoskin. Nou was vandaag mooi weer, hoop je nou zondag op wat slechter weer? Normaal gesproken wel. Daar wordt de koers wat harder van. Het zal positief zijn voor mij. Alleen ook een risicogeval, valpartijen natuurlijk. Maar